Frans, we gaan. Deze tv die had mijn moeder ook. Ja, die is uit 1960. Dat is 53 centimeter. Kijk, die heeft een ronde hoeken. Ja. Dat was 53 centimeter, wel diagonaal gemeten toen ook. Ja. En nu ook, geloof ik. Deze is 59, zie je. Die is scherpere hoeken. Ja. En deze hier, dat is dat model. Die heeft ook al van die scherpere hoeken. Ah ja. 59. Ja. Naderhand is dat 61 geworden, 63, en nog steeds dat die hoek scherper werd. Ja, ja, ja. Dat was een bekend verschijnsel hier, die nicotinevlek. Dat zit achter het glas. Was, ja, ja. Daar kun je niet bij, dan moet je de hele zaakje eruit halen. Dus de beeldrust eruit. En dan mooi poetsen. En dit ja, weer, maar dat hoort erbij. Dat hoort erbij, ja, ja. Dit mooi dichtmaken. Dat is het eerste toestel wat gebruikt werd voor consumentengebruik. En dat noemden ze het hondenhok. Dat is van Philips. En in zo'n beeldje zat je dan met 30 man aan het voetballen. Ja, 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 ja. Dat kun je me waarschijnlijk nog wel herinneren. Ja. Dat geluid kan je ook nog wel. De knalenkiezer. Ja, ja. Ja. 1953, 52, 53. Knalenkiezer, maar een universeel toestel, dus 625 beeldlijnen, ja, positief gemoduleerd, 625 beeldlijnen negatief gemoduleerd, met een AM-geluid, van België had een ander geluid, die hadden AM-geluid en wij hadden al FM, en dan kreeg je 819 beeldlijnen, dat waren de Franse Belgische zenders. En dan kon je buis maken. Die toestellen waren dus alleen maar voor in dit gebied hier. En bijvoorbeeld ja, Dam en Adem had je daar. Nee, daar had je daar niks aan. Nee, precies waar ik net zeg, ja. Er waren ook aanmerkelijk duurder die toestellen. Ja, dat zou best wel. Er is natuurlijk meer techniek. Ja. Dat is de K6. De eerste kleurentelevisie. De eerste kleurentelevisie van Philips. Gewoon mechanisch. En er was heel veel buizen. En heel veel transistors. Het gevaar zat er meer in dat je met hoge en lage spanningen werkte. Dus als er een keer wat oversloeg van zo'n buis, hè, ja, de spanningen waren meestal rond 200 volt, 215, 220. En als er dus een sluiting of een overslag plaatsvond, dan kwam er eigenlijk weer transistors. En ging dat hele zaakje ging stuk. Heel vaak printjes en zoiets waar de transistors op zaten. En dat was het probleem. Nou, dit was voor luister- en kijkgeld ofzo? Voor je luister- en kijkgeld. Peter T. En als je nou op een gegeven moment kon aantonen dat je die televisie niet gebruikte, dan kwam, dan kwam de PTT en die ging die stekker hier op een of andere manier. Ja, daar ging een bus overheen. Ja, dat heb ik al eens gezien, ja, ja. En dan werd verondersteld dat je niet meer keek. Ja, ja. Hoef je vandaag de dag niet te doen, want dan knippen ze hem hier af en dan zetten ze een snoer aan. Ja, maar dat was ook symbolisch bedoeld, want ik heb dat een keer meegemaakt. Bij een kennis, die was daar ook nog wel makkelijk. En daar kwamen ze toen binnen en er werd die verzegeld. Ik had het nog nooit gezien. Ja. Dan zei ze ook van, ja, je kunt een ander snoer naar zitten. Ja. Een ander stekker. Hij zegt, maar het is symbolisch bedoeld. Als we komen weer terug en als je dan televisie hebt, dan... Ze hadden namelijk geen andere mogelijkheden. Nu sluiten ze je kabel af of... Trouwens, nu is kijkgeld zit in de belasting. Is een vorm van belasting. Niet omdat je naar de Nederlandse zenders kijkt, maar... voor het feit dat je televisie kijkt, betaal je belasting. Ja. En dat betaalt iedereen. Alleen degenen die geen belasting betalen. Ja, die kennen we ook. Die kennen we ook. Ja. En die... dit is van Philips. Die noemden ze het blauwtje. En die heeft Philips eerder nog een keer gemaakt. Was een stukje korter. Dan zat er geen voeding in. Stond de voeding met het plaatstroomapparaat, dus voor de anodespanning en zo. En de gloeispanning van de buizen, dat stond ernaast. Want dit is al een moderne, 1927. Ah ja. Dit is ook een hele beroemde deze. Daar heb ik hier trouwens een foto van. En deze meneer, dat was een dirigent. En die schrijft dat dit het mooiste is wat hij ooit gehoord heeft van werkelijkheidsweergave. Ja, dat was het niet.
Dus dat is die radio. Type 2511 zie je. En een losse Philips luidspreker. Zo mooi staat hier ook. Het meest heeft getroffen is de uitstekende wijze waarop elk orkestinstrument in timbre en klankvolume weergegeven wordt. En de Philips luxe combinatie brengt een orkestklank over in de werkelijke klankverhoudingen. Ja. Zie je ook de buizen weer erin zitten. Oh ja. Die hadden allemaal een bijnaam, die apparaten. Dit is een broodtrommeltje. Ja, ja. Dat is ook niet verkeerd. Nee. Dat is niet verkeerd, een... hè. Zo'n ding had je voor als je naar je werk ging. Een beetje kleiner bij. Ja. Ja. Kijk nog eens. De letterborden, ja. Wordt die genoemd. Het heeft waarschijnlijk iets te maken met berichten uit Engeland vroeger. BBC Radio. Ja. In verband met de Tweede Wereldoorlog. Ah, oh ja. Vermoed ik, hoor. Want dat is uit die tijd. Hij is ook uit de 20 of 30 jaren. Die is toevallig open, dus... Ja. Ja, oh jee. Ja. Het ruikt ook lekker. Vroeger, toen wij zo'n jaar 13, 14 waren, hadden we allemaal zo'n chassis zonder kast. Je kan er ook nog wel een beetje radio-orgasme van krijgen. Ja. Radio-orgasme, ja. Ja. Ja, dan moet je niet naar die dingen kijken. Je hebt het op te letten. Dit is een speaker die hoorde bij, waarschijnlijk bij deze. Ah ja, dat waren externe speakers van, ja, dat is logisch, ja. Altijd, ja. Ja, allemaal de bekrachtigde speakers. Tegenwoordig zit er een permanente magneet in de speaker. Ja. Maar toen niet, toen werd zat om de spreekspoel die op en neer gaat, ja. Samen met de konis, zat een spoel en daar werd een wisselspanning op gezet en dan had je dus ook een magnetisch veld. Nou, daar staat hier nog wel wat. Ja, dat is allemaal daarna. Het is 50 jaren en zo. De meeste zijn van direct na de oorlog. Zoiets, dat hier. Ja, een heleboel ken ik ook wel. Ja, is logisch. Ja, sommige van deze radiootjes die noemden wij hier mijnwerker radiootjes. En dat kwam mijnwerkers. Die verdienden naar verhouding meer geld dan iemand anders. Ja. En die konden zich ook het eerste bepaalde dingen permitteren. Rijwielen. Hè? In de tijd van de Brommers, de bromfietsen, de Solex en zo, die zag je het eerst in de mijnstreek. En radiootjes. En dat in het mijnwerk, ze hadden dan al zo'n radiootje. Ja, ja, ja. Die handelaren in die regio, die verkochten veel van die radiootjes aan de mijnwerkers. Dat is een éénknopsradio, deze. Oh ja, die heb ik ook nog gekend, ja, ja. Daar had je standen in. Van de joystick. Ja, inderdaad. Dat kon je dus, kijk, dat kun je dus alles met één knop doen. Ja, dat was de volume zat daarbij en... Het volume en deze stand, dacht ik. Even kijken, ik weet niet precies. Het kan ook zijn dat hij vasthangt in één stand. Ja. Die is natuurlijk nooit meer gebruikt. ...253... de platenwisselaar. Ja. Met de spindel. Met de losse spindel, ja. Ja. En dan kon je dus 10 singeltjes opleggen. Ja. En dan ging dat ding helemaal automatisch al die platen één voor één afspelen. Ja, zo. Leuk, hè? Ja, ja. Ja, straks als dat hele bandgedoe, want dat is al ver voorbij. Ja. Helemaal onbekend is bij onze kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ja, dan kun jij zeggen van... Dan kun je dat nog eens een keer uitleggen. Kijk, hier is jezelf met een tasje erom. Ja. En dan hadden we hem ook nog met een, die ligt hier ook nog ergens, een slever in de auto. Dan bouwde hij onder het dashboard die slee in. En dan zat dat ding in zo. Ja. Dan kon je hem naar voren trekken. En dan kon je hem dus via de autoradio, want dat moest je nog maken, want dat zat toen helemaal niet op de autoradio, zijn ingang maken. Ja. En dan kon je hem in de auto gebruiken. Had je iets heel moderns. Voorganger, ja. Ja, dat is ook wel... Van die andere weer, die van moeder. 58, denk ik. Deze had mijn schoonvader, deze tv. Deze, ja. Ja. Dat is ook gewoon een super ontvanger met de... Ja. Even kijken. Nee. Ja. Dat is de toonregelaar hier. Hoge tonen,
geen hoge toren. En dan staat daar het bekende tweede netkastje. En dat, dat ja, een converter. Ja, ja. Dat is ongeveer in 1960 uitgekomen. Ja. Het eerste wat we hier al mee konden ontvangen was Duitsland 2. En vlak daarna Nederland 2. Ja, jullie hadden wat meer dan. Wij waren natuurlijk alleen, waren eigenlijk alleen maar Nederland 2. Ja, en dat sloot je aan via kanaal 2 of kanaal 4 van je bestaande tv. Ja. En dan kon je hem dus ja, VF, UF en dan zoeken. En dat was dan met lintkabel. Lintkabel, ja, dat is allemaal 300 ohm. Ja. 75 ohm, ja, ja. Zoiets. Ja. Ja. Dit is, het lijkt ook een converter, maar dat is een UF-versterker. Als je nou een bepaalde zender niet zo mooi beeld had, dan stem je deze af op bijvoorbeeld, wat was hier zwak, kanaal 21, Duitsland 2, op sommige plaatsen, stemde je hem op 21 af en dan ging je signaal via hem en via hem op ja, ja. TV. Dat is ook een lief toestelletje, hè? Dus die daar in het klein, ja. Dat is de 280 in het klein. Ja. Daar bovenop, ja. Zeggen van de Belgen, hè? En die waren veel moderner dan ons. Die hadden al kabeltelevisie vroeger. Met deze piano noemden wij dat. Die hadden al S-kanalen. Oh, ja. En dan kocht je zo'n ding, of dat huurde je van de instantie. En dan kon je via dit, noem het een decoder. Ja. Het is al 1958, 59, 60. En dan kreeg je zo'n piano op je televisie te staan. En dan kon je dus kiezen, die kanalen, de S-kanalen en die kanalen. Ah, ja. En dan hadden ze in België, hadden ze dan al, ongeveer een 25 zenders, dan hadden wij er nog maar 4. Ja, heb maar zo van domme Belg. Dat zeggen ze, ja, maar dat hebben wij nooit gevonden. Hoor. Ja. Dit is ook alweer, dat is nog niet zo heel oud. Sommige tv's, daar kon je teletext uitprinten. Oh. Op papier. Ja, ik was van nooit van gehoord. Ja, sloot je aan op die tv. En dan, als je een teletextpagina had, dan kon je dat uitprinten. Philips heeft ook een tv gehad. Die heb ik ook nog staan ergens hier. Daar zat het in het toestel zelf. Hier is hij, geloof ik. Even kijken. Kijk, hier zit het. Ja. Ah. Teletextprinter. Kijk, zie je? Ja, wat verdomd hij, ja. Dus dat is gewoon een Philips TV, maar dan met een teletextprinter. Ja, bedrijven en zo die dat nodig hadden. Nu gaat het allemaal via je PC. Ja, ja. Maar toen had je wel eens iets nodig, een bericht, wat je moest onthouden, om dat er niet hoeven op te schrijven. Dan print je het even uit. Ja. Heel modern voor die tijd. Nog de oude Philipsjes. Met één kop, ja. Dat is ook nog antiek. Dit hier, ja. Ja. Ja, leuk, één kopje. Ja, ze hadden mensen wat meer tijd om zich te scheren, hè? Ja. En dit is een hele bekende. Ja, die heeft mijn old transistor. Ja, die heeft mijn schoonzuster gehad. Ja. Ja. Dat was in die tijd, was het een van de top op de bill, hè? Ja. Perfect hoor, 60er ja. Jaren. Ja, ja. Ja, geen FM. Daar had je ook weinig aan, want FM moest je toch een beetje in de buurt zitten. FM zenders die reikten toen maar 10, 20, 25 kilometer. Dus ook allemaal middengolf, hè? Ja. Ja. Daar hebben ze nog heel veel van gemaakt, van de ja. Philips. Ja, daar staan er overal hier. Dit is een blauw punk. Portable. Die portables qua muziek uit vroeger, dat is ongelooflijk, hè. Zie je? Dit is ook nog met zo'n grote batterij, in Frans, voor die buizen. Ja, die is van de auto, hè. Oh, die is van in de auto. Ja. Oh, sorry. Dat zie ik dit zat dus ook weer onder tegen het dashboard, zo.
Dan had je de buitenantenne aangesloten. En de accu uiteraard. En dan kon je hem eruit halen. En je gaat er nu even niet af. Oh ja, kijk. En had je gewoon een portable. Oh ja. En dan stap je hier weer. Ja, zoiets heb ik ook nog eens gehad. Ja, dat klopt. Ja. Die ging op die had eigen batterijen en als je hem erin schakelt, schakelde hij over het accu. Ja, hier aan de achterkant gaat er een plug in en die schakelt de batterij uit en het accu. Ja, onze SRV-man heeft hem, ik geloof, 25 jaar in zijn wagen gehad. Zo, verkeerd om, maakt niets uit. Want je had dus die oude radius, die hadden toch een grote batterij en een kleine batterij. Was er niet een van de groeispiraal of zo? Nee, dat waren de radio's met buisjes. Ja. Ik denk dat dit er nog een is. Of is dat ook nog een old transistor? Even kijken. Nee, ik denk dat deze ook al old transistor is. Jij bedoelt... Dat er een anodebatterij in zat. Ja, dat zat toen. Een gloeistroombatterij. Ja. Dat waren batterijen van 90 volt. Ja. 90 volt. Is wat, hè? Ja. En dat was voor de anode van de buisjes. Ja, ja. D-buisjes. DL92 kan ik me herinneren. Ja, of Philips, ja. Ja, die kopjes heb ik nieuw gekocht. Onlangs. Ah, ja. Ik zal er eens even inpakken. Zo zaten die verpakt vroeger. Ik had hem nog gedaan natuurlijk. Ik denk een verstrengende radiozaak. 1957, 56. Zo zaten die dingen. En nu heb ik ze. De rommelmarkt die iemand gekocht en het zijn gewoon dezelfde klaar. Ja, dan had je naald in langspel, hè? Ja. Ja, je had normaal. Of normaal. En minigroef. Ja, minigroef. En oh, normaal. Ja. En de M voor minigroef, dat dat was iets scherper of dunner, hoe ik noemen wil. En dat paste dan beter in die kleinere groef. Ja. Een prachtig, hè? Bij die dat is mooi. Vettervang. Die is uit 1924. Dat staat hier voorop. Dat heeft iemand cadeau gekregen in 1924, in januari 24. Heeft hij dat cadeau gekregen voor zijn, het behalen van zijn bul of zo. Of zijn his college staat hierop. De naam van die meneer en alles staat erop. Ja, mogen ze. En hij is gemaakt in Liverpool. In 1924. En spelen doet hij ook. Dat is de volumeregelaar. Dat is de volumeregelaar. En de bekende naalden, hè? Ja, was ze weer nieuw gemaakt? Schijnbaar wel, ja. Ik heb ze zo nieuw gekocht. Een verzegeld doosje. Met die twee bakjes, hè? Ja. Eén voor de nieuwe en een vrouw. Ja. Oh ja. Prachtig. Ja, de versnelling. Staat op hol. De rem. De rem, ja. Allemaal puur mechanisch. Ja. Geen merk op. Nou, omdat die zelf gebouwd is. Magnetic. Ja, ze hadden toch wel namen.
Sommige is dit die eindknops Philips-bandrecord, die hier boven staat? Is die eindknoppen toch? Hier. Ja, daar heb ik er twee van. Daar heb ik, die heb ik ook nog. Kijk, in de portable uitvoer. Ja, portable. Hij is een beetje zwaar, maar... Kijk. Leuk, ja. Hè? Ja. Eén knop zie je. Ja. Terugspoelen, voorspoelen, afspelen, opnemen met de microfoon. Ja. Ja, ik heb zelf eens een andro dingetje gehad. Er was ook een knop, dat was omhoog, midden of omlaag. Oh, ja. 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 Leuk. Daar staat nog op dat hij prima in orde is. Ja, dat doe ik nog wel eens. Ja. Deze ook. En of ik zet erbij wat erin moet komen, er moet nog een koppeling in komen bij dat bandrecorder spul. Ja, want je weet op een gegeven moment, je hebt zoveel staan en... Ja, maar er zit rubber in, hè. Dus remmen van rubber, koppelingen, allemaal van rubber. En toen ik de eerste ging repareren en ik zag dat die rubber versleten was, toen dacht ik... Ik heb allemaal van die laadjes staan aan de overkant, zie je? Ja. En daar zat, daar zit dat in. Ja. En dat zat er ook in. Maar ik had met één ding niet rekening gehouden. Die rubbers in die recorder waren 50 jaar oud. Maar die daar en lagen die ook. Zo, dus dat is allebei kogen. Het wordt dan kogen. Ja, ja, ja. Heel vies zwart. Ja. Krijg je het nog niet eens meer van je handen af. En, maar naar de rand heb ik toch nog bij collega verzamelaars toch nog rubbers gekregen die het ook deden. En daarom zijn er hier deze oude bekende Philips. Dat was het raspaardje van Philips eigenlijk in die tijd. Dus stereo. Kijk. Ja, ja, ja. Die hebben wij voor de ziekenomroep hebben we die ook gebruikt. Ja. Stickertje in orde. Ja. Die is ook echt in orde. Ja, hier ging het altijd over. Over die, kijk, dat moet dus goed remmen, hij moet een beetje tegenhouden als hij speelt, hij moet opspoelen, hij moet een beetje tegenhouden. Ja, afremmen, ja. En die capstan, die moet goed draaien, daar zit een rubberrolletje. Ja, ja, ja. Net ja. Als tegenwoordig nog bij de videorecorder. Ja, de aandrukrol, zeg maar. Aandrukrol, ja. Maar je kunt hier nog zuigen ook, Frans, je hebt een mooie stofzuiger nog. Dat heb ik laatst ergens gekocht. Op een rommelmaat, dat is een Holland Electro, nee, een Excelsior. Oh ja, dat waren de merken Rutor. Ik heb hem gekocht omdat hij zo verschrikkelijk oud uitziet ook. En het ding dat draait ook nog knoehard, zuigt ook nog heel goed. Dat is de eerste draagbare. De eerste draagbare, ja. Ja. Dag, er zijn ook zulke batterijen in. Ja, dat wou ik niet vragen, want het... Hij is van, ook van de 50er jaren, dat zie je ook aan... Hoe ze het kastje in elkaar hebben gezet. Veel koper, veel cage. Ja. Keizer staat erop. Is Duits. Ja, dat klinkt wel erg Duits. Keizer. Dit lijkt geen televisie, maar het is het wel. Is dat een televisie? Dat is een televisie, ja. Tegenwoordig hebben we dat, noemen we dat een beamer. Ja. Je zit aan de achterkant zit een hele grote lens. Ja. En die lens die projecteert op een doek, dat hangt hier boven ook nog, daar even aan die kant zie je zo'n boven aan het plafond. Daar is een kist, dat is een soort duveltje uit een doosje. Als je die doos open doet, nou, deze, met die... veren, ja, met veren ja. Geduwd, komt er een projectiescherm uit. Oh. En dan kun je dus de beelden die normaal door de wereldrust worden weergegeven, kun je dus via die lens kun je die projecteren op dat doek. Ja, die heeft hier een ijzeren café gestaan jaren en het hele dorp en de mensen uit de omgeving gingen allemaal naar de televisie kijken, naar de voetbalwedstrijden kijken bij dat café. Ja. Ja. Dat is erg leuk, zeg. Nou, ik heb het meeste denk ik wel erop staan, Frans. Ja. Even de Rayfox nog. Een Rayfox? Dit in
Oh nee, Aristona. Aristona. Aristona, ja. Ik zie het, ja. Een Revox. Nee, ik ben in de war door die spoelen die... Ja, ik had een Revox. Ik meen dat dat type A77 kreeg dat met de remmen. Die speakers met versterking. Ja. Dat ook helemaal. Ja. Dat stond ook uit die tijd van Stereo 4, toch? Die, Ja, quadrofonie hebben we heel even gehad in die tijd. Maar aangezien we maar twee oren hebben... Ja, precies. Ze doen het nu ook wel een beetje nabootsen met... Surround. Surround en zo. 5.1, ja. Maar hier zat dus niet alleen een versterker, maar hier zat ook nog een drukkoppeling in die het vervormen tegenging. Wauw. En dus vooraan de speaker, daar zit een sensortje. Oh, je kunt het bij deze niet zien. Er zit een sensortje. Ja. Zodra de vervorming optreedt, koppelt hij dat terug, het uitgangssignaal, naar de ingang. En dan een beetje zachter of gecorrigeerd. Ja. Dat wordt modal feedback. Ja, ja. Ja, ik weet wel, je moest ervan houden van het geluid, omdat het zo natuurzuiver klonk. Oh, dat, echt, heel echt. Ja, ja. Ik heb in mijn huis heb ik allemaal van die boxen gehad. Dan stuur ik 100 volt signaal, zoals je dat vroeger in hotels had. Ja. Dan heb ik in iedere ruimte een schakelaartje, een regelaar, een stappenregelaar, die het volume regelt. Maar het geluid is geweldig. Dan had je dus ook speciale tuners die... Ja, dat klopt, ja. Zonder versterker. Zonder versterker, ja. Met een voorversterker. Ja. En je had speciale bandrecorders. Je hoorde daarbij. Ja, zo eentje heb ik thuis ook nog staan. Ja,